mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag een custom map natuurlijk in Minecraft, net zoals de vorige keer. Dit is aflevering 2 van de custom map, de naam is van de custom map, geen idee, het zien jullie wel de titel, ik ben het vergeten. En, maar buiten dat, we moeten nog steeds op zoek naar de Power Center. En de Power Center, ik heb echt werkelijk geen idee waar dat ding ligt. Even serieus, want ik ben echt fucking overal geweest eigenlijk. Het enigste wat ik nou nog zou bedenken is dus dat... Town Hall, Food en Smithing. Wat? Food? Wat is food? Ja, eten, maar waar is dan dat eten gebeurd, hè? Wacht. Nee. Maar dus de enige plek wat ik nog zou kunnen bedenken is dus daar en daar, maar daar kunnen wij niet bij. Dat vind ik dus zo jammer eigenlijk. Maar dit is dus dat eten gebeuren wat ze denk ik bedoelen. En ja, verder heb ik geen idee. En verder zou ik overal geweest. Naar mijn idee. Het zou moeten eigenlijk. Ja, of hier zo ergens. Maar ja. Even kijken hoor. Ja, en ik wil natuurlijk ook niet gaan cheaten. Want dat zou echt super jammer zijn. Is er misschien hier iets in de grond of zo dat ik het over het hoofd heb gezien? Ja, hier zijn chesten, maar ja, ik kan alleen de onderste openen en de bovenste niet. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar dit gedeelte, hè, dat vind ik ook zo apart. Dat vind ik zo raar. Ja, misschien dat het hier ergens zou kunnen liggen. Dat werkt ook niet. Hier. Ja, ik ben nu echt overal aan het zoeken, want wie weet, ja toch? Maar ja, het heeft ook niet zoveel nut, want hier vind je ook niks. Dit is ook niks. Verder is er eigenlijk helemaal niks. Waarvan ik zou kunnen denken dat het iets... Dit is een lastige. Want ik heb nou al twee van die power centers. Maar de derde... Dat is iets anders. Dat wordt een beetje moeilijk. Daarboven zijn we al geweest. Er is wat niks in de chest. Oh. Dat vind ik zo jammer altijd. Oké, Lorenzo gaat logisch nadenken, want anders heb je een aflevering waar gewoon niks nieuws in gebeurt, zeg maar. Alleen dat je zit te zoeken naar een of andere chest met een power center. Er is ook niks. Het is heel apart. Het zou eventueel nog zo kunnen zijn dat het hier ergens is. Maar ja, dat lijkt me ook zo sterk. Even kijken hoor. Ja, dan krijgen we weer twee hoge blokjes. Daar heb ik natuurlijk niet zoveel aan. Ah, ik wil gewoon even weg hier zo.
Of ik heb niet goed in de huisjes gekeken. Of. Ik heb geen idee. Ik zou niks anders kunnen bedenken dan dat het daar bij die huisjes zou moeten liggen. Want ja. Ja, en ik wil ook niet cheaten, dat vind ik ook zo jammer. Stel ik zou dat gaan doen. Dan denken jullie ook van, oké, juist, dus hij speelt een custom map, hij wil de custom map uitspelen. Maar dan speelt hij hem niet op de goede manier uit, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dat is een beetje kut, om het zo maar even te zeggen. Want ja, kijk, huisje, hè. Huisje waar wij fucking dichtbij zijn, maar niet heen kunnen. Want ja, er is wel gewoon een deur die open en dicht kan. Dan zou je denken dat je daar toch gewoon bevoegd moet zijn om daarheen te kunnen. En dat red je niet. Dit is zo moeilijk. Even denken. Volgens mij kan je ook niet in game mode. Oh, dat hebben we wel. Ja, sorry mensen. Nee, zie je, je bent... Je hoort hier gewoon niet te komen. Sorry voor het cheaten hoor, maar ik wil even zeker weten dat je hier gewoon niet hoort te komen. Zie je, want het is wel elke keer hetzelfde huisje en weet ik het allemaal. En hier. En dit is de enige chance, maar... Ik zou gewoon niks anders weten. Waar het eventueel zou kunnen moeten liggen. Zie je dan verder dan... Wacht. Dit is een beetje dom. Ik had dit ook dus net zelf even kunnen bedenken. Maar... Weet je wat we gaan doen? We gaan naar die beacon daar. Jullie zien het, ik zit weer gewoon in normale game mode survival. Sorry voor het cheaten, het spijt me. Maar ik wou gewoon zeker weten... Dat, dat ik dus die huisjes daar niet hoefde te hebben. Maar ja, zo te zien is dit dus ook weer niet toegankelijk voor mij. En dat vind ik wel jammer. Want kijk, dit is een beetje een slecht afgewerkte map. Als ik heel erg mag zijn. Want nu zit je dus gewoon opgesloten. Oh. Ik moet toch even kijken, want... Oh, kijk. Oké, dus ik hoor hier gewoon sowieso niet komen, want dat is waarschijnlijk een nieuwe level. Oké. Mensen, ik ben er bang voor, ik weet het, maar het wordt dus echt... Ja, ik denk dat ik dan toch echt moet cheaten. Ik ga nog even hierheen. Om te kijken van of er niet hier nog iets van een chest zou kunnen zitten. Maar dat denk ik dus zelf ook gewoon niet. Nee, dat kan gewoon niet. Back to previous location. Nou mensen, ik... Het spijt me. Het spijt me echt heel erg. Maar ik kan dit... ik weet zelf gewoon niet waar het anders zou kunnen zijn. Nou, echt serieus, het spijt me echt heel erg. Maar ja, ik kan het gewoon niet vinden. Wow. What the fuck? Get in the Santa train and start the engines when ready. Oké. Is dit de engine? Huh? Chapter 2. Oh dear. Well, it seems you've run into a bit of a melon. You see what I did there? Well, anyway, my dear, the future of Christmas rests in the balance. So you must find a way through. Once you've made it through, I'll be sure to assist you in the factory.
best of luck. Can't stay long, you see. Remember, the future of Christmas lies with you. Wow. Wow. Kijk dit. Dat was toch niet iets van een chest of zo, hè? Wow. Oké. Dus. Dit is weer die candy shop. Oké. Oh, sorry, ik ben een beetje moe. Oké. Dus. Waar moet ik nou heen? Hier niet. En dan ik over die miljoenen moet lopen ofzo. En dan hoop ik dat het zichzelf zou gaan wijzen. Ik vind de resource pack wel echt fucking sick. Hier kan ik ook niet heen. Apart. Nu zit ik eigenlijk weer vast. Want, ja. Waar zou ik heen moeten gaan? Ik kan dit ook niet kapot maken. Hè? Is er iets wat een beetje vaag lijkt? Is. Ja, kijk, ik mag hier niet heen. Er is hier iets. En dat moet ik doen. Maar wat? Wat zou ik hier moeten doen? Een blok aan. Wait, is that melons? Better find a way through. Dus ik moet wel, sowieso moet ik hier wel doorheen. Rails. Rails. Het is gewoon helemaal afgesloten. Hoe zou ik hier doorheen moeten komen? Get in the stone. Fully charged. Unlock a chapter 2. Great. A blockage. Wait, is the manager better find a way through? Find a way through the blockage. Of hoe je dat ook maar fucking kan noemen. Dus je moet er doorheen. Maar hoe? Hoe kan ik hier doorheen? Ja, hoe ben ik eruit gekomen eigenlijk? Ik weet wel dat ik hier ergens eruit kan was, maar. Huh? Ben ik nou een beetje gek aan het doen of worden? Oh, hier. Oké. Ga ik maar weer naar binnen proberen te komen. Hier zo. Je kan niks doen. Je kan er niet doorheen komen ofzo. Dat helpt niet. Het helpt gewoon niet. Heel apart. Oké.
Nou mensen, ik beëindig de aflevering bij deze. Anders, ik kijk nog eventjes snel zelf wat ik eventueel zou kunnen doen. Want dit is een beetje vreemd. In ieder geval bedankt voor het kijken. En... Nee, daar kon ik niet heen. Ja, alles is hier afgesloten rondom. Dus we moeten sowieso via hier ergens. Nou. Mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten. Want het is zoeken. Maar niks vinden. Dus ja. Bedankt in ieder geval. Dit was Lorenzo Games met aflevering 2 van de Christmas map ding. Bedankt voor het kijken. En later.